Hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Adrijkskundig. Heb je nou al veel geleerd van deze video's? Abonneer dan snel. Vandaag gaan we het hebben over paragraaf 3.5 en 3.6 voor 2 haven VWO van de methode buitenland. Voor je zie je nu de leerdoelen die horen bij paragraaf 3.5 en 3.6. Wil je deze even rustig doornemen? Zet dan de video op pauze. Ik ga ondertussen verder. Paragraaf 3.5. In Nederland, de zee klopt op de voordeur. We kunnen Nederland verdelen in twee delen. Het eerste deel is laag Nederland en wordt op deze kaart aangegeven in het groen. Het tweede gedeelte is hoge Nederland en is aangegeven in het geel. Het onderscheid tussen deze twee is de grens met NAP, normaal spel. Ook wel vaak door de meeste mensen als zeespiegel gezien. Het groene gedeelte ligt onder het NAP... En hoog Nederland, het gele gedeelte, ligt boven NAP. Het groene gedeelte is dus bij een overstroming gevoeliger voor natte voeten dan het gele gedeelte. Maar om te voorkomen dat je toch natte voeten krijgt, heeft Nederland dat gedaan. Nederland heeft massaal allemaal dijken aangelegd. En die vormen allemaal ringen, dijkringen. Zo kan Nederland nooit ineens hemel overstromen. Zo'n dijkring is een stelsel van dammen, dijken of duinen die jou beschermen tegen hoog water. Een belangrijke dijkring is dijkring 14. In deze dijkring ligt namelijk de gehele randstad. En mocht deze ooit doorbreken, dan hebben we best wel een groot probleem. Gelukkig is deze dijkring erg sterk, zoals je ziet. Door deze dijkringen krijg je een systeem waarbij mensen de waterstand kunnen gaan reguleren. Je kan namelijk gewoon water in en uit zo'n dijkring pompen. Zo'n gebied waar mensen de waterstand reguleren, noemen we ook op polders. We kennen een aantal verschillende polders. Ze zijn de zeepolders, veenpolders. En een zeepolder is eigenlijk gewoon een bedijkt st stuk kwelder. En een kwelder is een gebied dat langzaam door de mens wordt drooggelegd door middel van sedimentatie. In het hoge noorden, in Friesland en in Groningen. Maken ze een nieuw Nederland door sedimentatie te gebruiken, omdat er heel veel getijden zijn. Doordat dus langzaam hier gebieden droog komen te liggen en daarna bedijkt, krijg je dus zeepolders. Een ander voorbeeld is eentje die veel zit in het groene hart. Dit zijn veenpolders. Vroeger stookte men turf om zichzelf warm te houden. Dus in de kachel stopte hij een blok turf. Hout was in die tijd namelijk zonde om te verbranden, want daar kon je huizen van bouwen, boten van bouwen, van alles van bouwen. Om aan het turf te komen, moet je veen eigenlijk opgraven. Dus overal werd massaal in Nederland veen afgegraven. Je krijgt dus gebieden die vrijwillig onder NAP gemaakt werden. Dit veen werd dan gedroogd en als het eenmaal gedroogd was, noemden ze het turf. Je krijgt dus een gebied wat beschermd moet worden tegen hoog water, omdat het onder NAP ligt. In dit gebied kan dan men meteen ook de waterstand reguleren. Zo kan men dus bij hoogwater, als er veel regen is gevallen, water uit de polder pompen. En in tijden van droogte, als juist de polder te weinig water heeft, water toevoegen door het erin te pompen. Een ander voorbeeld van een polder is een droogmakerij. Een droogmakerij is zoals het zegt een meer die helemaal leeg gepompt is en helemaal droog is gemaakt op die manier. Dit vonden mensen in de Gouden Eer een goed idee om aan een meer landbouwgrond te komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Beemster of de Haarlemmermeer waar Schiphol in is gebouwd. Als laatste kennen we de IJsselmeerpolders. Die zijn aangelegd toen de Zuiderzee werd afgedamd door de afsluitdijk en daar het IJsselmeer ontstond. Nederland had meer landbouwgrond nodig. En ook ruimte nodig voor de mensen die hier kwamen wonen. Daarom hebben ze toen Flevoland aangelegd. Hoe ziet dan zo'n polder eruit? Hier zien we een typische polder met een aantal belangrijke onderdelen. Als eerst zien we nu een molen aangegeven. Op die manier pompten mensen vroeger water in of uit een polder. Tegenwoordig gebruiken we gemalen. Die zijn nu op elektriciteit aangesloten en die kunnen dus gemakkelijker. En sneller, meer water erin of eruit pompen. En ze pompen dit dan in de ringvaart. Deze ligt, het is een brede sloot, rondom de ringdijk, die in verbinding staat met de grote rivier of de zee, waar het water naartoe kan. Wat doen ze dan nog meer om onze kust te beschermen? Want de kust is namelijk onderheven aan kustafslag. Kustafslag is het wegslaan of, uh, van stukken duin en strand tijdens een storm. Dus eigenlijk moet je ervoor zorgen dat het strand en de duinen worden aangevuld. Dit doen ze door zandsuspletie. Zandsuspletie eh, is eigenlijk een hele berg, grote berg zand voor de kust neerleggen en daarna de stroming zijn werk laten doen. Hier zie je nu een voorbeeld van waar ze dat doen. Op het plaatje zie je de zandmotor. Hier hebben ze allemaal zand opgespoten en dan bij de kust eh, hebben we een stroming van zuid naar noord die langzaam al dat zand wat je daar ziet verspreidt over het hele strand. Op die manier versterken ze dus de strand en de duinen. Je kan ook aan dynamisch kustbeheer doen. Hierbij laat je eigenlijk de natuur zijn gang gaan en laat je die zo voornamelijk de eigen duinen versterken. Ook hebben we gebieden die hebben geen bescherming nodig. Dit noemen we de getijdenlandschappen, ook wel de waddenzee. Paragraaf 3.6. Nederland: de rivier klopt aan de achterdeur. Naast het feit dat wij worden bedreigd door de zee, omdat we beneden de NAP liggen, hebben we ook een hoop rivieren die Nederland instromen en zo gevaren met zich meebrengen. Dat we hoogwater kennen, waarbij rivieren uit hun oevers treden, dat weten we nog maar al te goed. Zoals deze zomer in het jaar 2021 nog de Maas buiten zijn oevers getreden in Limburg. Daar waren de dijken zelfs doorgebroken. Wat doen die dijken dan? Nou, hier zien we een dwarsdoorsnede van een rivier met dijken. Het binnendijksgebied, het gebied dat wel beschermd wordt door de dijk, is nu aangegeven. Dat is waar wij wonen. Het buitendijksgebied, het gebied wat de dijk niet beschermt, daar stroomt de rivier. Om te voorkomen dat die dijken eigenlijk al het werk moeten doen bij hoogwater, hebben ze wat anders bedacht. De drie straps-strategie. Hierbij wordt de rivier eigenlijk in drie delen opgedeeld en doet ieder deel zijn eigen taak. Zo doet de eerste gedeelte van de rivier doet aan vasthouden. Dit is de bovenloop van de rivier. Wat, welk gedeelte het dan ook is, die zorgt ervoor dat er zo lang mogelijk, zoveel mogelijk water kan bestaan. Dit kan bijvoorbeeld door water heel goed de bodem in te laten zakken. Dus weinig bebouwing, zodat die piekafvoer na een hevige regenbui die voor hoogwater kan zorgen, over een langere tijd wordt uitgesmeerd. In de middenloop doen we aan bergen. Mocht er echt hoog water zijn, dan kan dit gebied eh, bepaalde delen laten overstromen. Er zijn dus gebieden aangewezen, retentiegebieden, waar het water kan staan bij hoog water. En daarna weer terug opom op wordt de rivier in. Eenmaal de benedenloop, wat het grootste gedeelte van Nederland is, doen we aan afvoeren. We zorgen ervoor dat het water zo snel mogelijk de zee bereikt, eh, hier in de Noordzee. Dus we zorgen voor weinig obstakels dat het water kan tegenhouden. Wat dat voor gevolg heeft, is dat Nederland een groot project is gestart voor de rivieren. Het ruimte voor de rivieren project. Dit houdt eigenlijk 13 maatregelen in. Deze 13 maatregelen zijn niet overal toegepast. Maar wordt er wordt gekeken naar welk gedeelte van de rivier waar wat mogelijk is. Die 13 maatregelen zie je nu ook op je scherm staan. Wil je die even rustig bekijken en naar de gevolgen kijken, zet dan de video weer op pauze. Ik ga een klein overzicht geven waar we de drie stap strategie en deze maatregelen kunnen combineren. Als eerste zie je bij vasthouden dat is 2, 4 en 6. Je zorgt ervoor dat er meer water de grond in kan zakken. En dat het langer duurt voor het water met de rivier naar de midden- en de benedenloop gaat. Bij bergen was natuurlijk dat extra gebied aanleggen waar tijdelijk water kan liggen. Dit kan natuurlijk alleen maar 11 zijn. Binnen dijks retentie via inlaat. Dus ze hebben een plek in de dijk waar het water doorheen kan. En dan later weer terug kan. Mocht er hoog water zijn. En bij lozen. Het laatste gedeelte of afvoeren, zorg ervoor dat het water gewoon zo snel mogelijk weggaat. Dus dat het water weinig obstakels komt voordat het de zee bereikt, zodat de stroming zo snel mogelijk gaat. Ik hoop dat je weer een hoop hebt geleerd van deze video van Aardrijkskundig En ik zie je graag snel weer. Tot ziens!